ADO. In deze aflevering een interview met de man die weer terug is bij ADO Den Haag, Timothy de Rijk. We praten met de trainer, Darije Kalasic. We kijken vooruit naar het programma van de diverse ADO-teams komende dagen. En in de studio praten we bij over de wedstrijd die gespeeld is en de wedstrijd van komende vrijdag tegen MVV met onze analist René Pas. Maar we gaan eerst naar het Sportpark Irene, trainingscomplex van ADO Den Haag. Daar sprak ik met de man die afgelopen weekend tegen Willem II de enige treffer produceerde van ADO Den Haag. Timothy de Rijk. Timothy, het einde van de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Je mocht invallen. Warm welkom van de supporters, hè? Zeker, ik kon niet meer vragen, niet meer verwachten. Eender wat hij daarover wil zeggen, was echt een hele mooie dag voor mij om zo terug te komen. Ik had het zelf niet zo verwacht. Je hoopt natuurlijk op bepaalde dingen, maar dit was absoluut de overtreffende trap. Je hebt een enorm succesjaar meegemaakt bij ADO, toen Europees voetbal gehaald. Eind van dit seizoen, wellicht zit er weer een feestje in. Nou ja, dat is wel de bedoeling. Daar zullen we alles voor doen. Het gaat heel moeilijk worden. Het zijn nog eigenlijk 12 finales die dat we moeten spelen tegen een hele goede tegenstander. Dus het is aan ons om dat tot een goed einde te brengen. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in deze groep. Dus laat het maar zien elke week dat wij er klaar voor zijn om een volgende stap te maken. Wedstrijd tegen Willem II, je zat op de bank en dan heel snel zie je 2-0 achterkomen. Wat dacht je? Nee, ja, dat het een groot verschil was met de week ervoor. Want tegen Den Bosch waren we heel erg sterk. Aan de bal liep eigenlijk alles eigenlijk een beetje vanzelf. En nu was het zeker voor de 2-0 speelden we eigenlijk nog wel goed rond. Vonden we de juiste man. Maar dan eigenlijk op twee belangrijke momenten dat zij gewoon dodelijk afstraffen. En waarin hun ook heel sterk zijn, worden we gepakt. En dan weet je dat het zeker uit bij Willem II in een goede periode dat het heel moeilijk wordt om twee doelpunten goed te maken. Je kwam de tweede helft kwam je erin. Ja, dat is ook nog lekker dat je dan in ieder geval een doelpunt gelijk meepakt. Nee, ja, zeker. Het is heel fijn enerzijds dat je een doelpunt meemaakt, maar anderzijds ook dat ik 45 minuten heb kunnen spelen. Het was dat niet verwacht, in de zin van je komt bij een nieuwe club, je gaat bepaalde stappen maken. Misschien zijn er bepaalde stappen overgeslaan, wat dat op zich geen probleem is, maar je ziet ook wel dat de trainingen en dergelijke, dat daar rekening mee wordt gehouden, dus dat is wel goed om te zien. En het is ook wel leuk dat je naar een club komt om belangrijk te zijn en dat dan ook wel direct kan doen. Dan ben je inmiddels 36, dit jaar word je 37, maar ja, nog steeds topfit. Nee, ja, dus het is wel iets waar ik mee bezig ben, in de zin van je wordt ouder, er wordt ook veel meer verwacht. Er zijn jongens, hele jonge jongens die heel fit zijn, maar ja, als iets oudere speler moet je die wel kunnen volgen, moet je wel kunnen managen met de snelheid van hun. En dat gaat tot nu toe gaat dat nog allemaal heel erg goed, dus ik hoop dat nog zo lang mogelijk vast te houden. En je hebt er nog volle plezier in? Dat is volgens mij ook het allerbelangrijkste, dat je plezier in hebt wat je doet, dat je elke dag met heel veel plezier, heel veel zin komt na de training. En ik denk dat dat valt of staat bij het langer, de lengte van jouw carrière. Dan komt vrijdag MVV op bezoek. Ja, dat is een wedstrijd, daar mag je natuurlijk absoluut geen punten verspelen. Nee, ja, maar hun hebben ook gewoon een degelijk elftal. Ze hebben ook bepaalde kwaliteiten zoals elk team dat heeft. Iedereen kan het iedereen moeilijk maken, denk ik dan. En wij moeten gewoon zien dat we zelf 100% zijn. En dan kunnen wij volgens mij iedereen het even moeilijk maken. In België, in hoeverre heb je de KKD, de keukenkampioendivisie, nog goed kunnen volgen? Nou ja, niet zozeer qua beelden, maar ik bleef altijd wel ADO volgen en kijken. Wat dat ze elk weekend deden. Dus in het begin qua punten was het iets minder. En op een gegeven moment maak je ook als club zijnde stappen. En dan zie je toch dat ze op een bepaald traject, op een bepaald niveau komen. Dat ze week in week uit punten nemen. Met als resultaat dat je meedoet voor de bovenste twee posities. Je hebt afgelopen week tegen Willem II goed ingevallen. Verwacht je vrijdag in de basis te starten? Nou ja, dat zullen we zien. Dat weet ik nog niet. Omdat het is wat ik zei, je wilde een bepaald traject. Je komt uit een bepaald traject in de zin van dat je 2 maanden niet gevoetbald hebt qua wedstrijden. Wel getraind alles. Maar je moet stappen maken. Die doen we ook op training. Die heb ik nu in de wedstrijden gedaan. Met een heel korte invalbeurt en iets langere.
Dus we gaan zien hoe dat ik daar op reageer als, op fysiek vlak. Tot zover het gesprek met de verdediger Timothy de Rijk. Ja, we verwachten dat hij komende vrijdag wel in de basis gaat starten. We gaan terugblikken op het duel tegen Willem II. En dat doe ik hier in de studio met onze analist René Pas. René, hartelijk welkom. Willem II, goed begin van ADO. Dachten van, nou, dat gaat wat worden. Maar dan krijg je even een fase, een korte periode. Dan sta je in één keer met 2-0 achter. Ja, top persoonlijke fouten, doelpunten die niet nodig zijn. Nee, het is, ik bedoel, wat je zegt, ze kwamen goed uit de startblokken. De eerste 5 minuten waren echt voor ADO. Maar ja, dan krijg je inderdaad 2 enorme fouten achterin binnen een kwartier tijd. En die rechtsback Shea, die ging 2 keer de fout in. Bij de eerste goal werd er ook niet goed mee verdedigd met de andere Sumuli, geloof ik. Ja, en dan sta je op 2-0 en dan denk je, ja, wel, hoe kan dat nou? Je geeft het zo weg. En uiteindelijk hebben ze dus de eerste helft na de hand zich een beetje hersteld. Tweede helft, merendeel van het spel wel bepaald. En uiteindelijk, ja, ze konden niet scoren. Vlak voor tijd dan, in de blessuretijd. Ja, als je dan maar kijkt, die Che, een actie aan die rechterkant. Balletje achter je standbeen langshaal allemaal. Ja, dat kan toch niet. En je zegt, ja, hij glijdt uit. Nee, maar je moet dat soort acties niet uithalen. Nee, je moet je tot je taak beperken. En dat is verdedigen belangrijk, zeker in zo'n wedstrijd. Hè, waar het eigenlijk om het kampioenschap gaat. Ja. Ja, want het is nu 8 punten verschil en het had 2 kunnen zijn. Ja, en Willem II, die is nou weg. Maar goed, 2-0 tegen de koploper. Ja, ADO heeft nu wel eens vaker dit seizoen achterstand weten goed te maken. Maar ja, dat lukte tegen mindere clubs, tegen Willem II niet zo erg. Sterker, ADO mocht blij zijn dat het bij de rust nog 2-0 stond. Zeker, de keeper die heeft 2-3 ballen er nog uitgehouden, inderdaad. Maar aan de andere kant, ja, had ADO niet zo gek veel gecreëerd, ook de eerste helft. Tweede helft gingen ze wel meer druk naar voren zetten. Ja, dan zie je toch dat er mogelijkheden komen, maar uiteindelijk die goal valt te laat. Ja. En dan hebben ze toch ook nog wel een beetje pech de laatste 2-3 minuten. Die Van der Sand schiet 10 centimeter naast de paal. Bal van de doellijn, een bal uit de kruising gepakt door de keeper. Ja, dat zit dan even niet mee natuurlijk. En dan, ja, hoe vangen ze dit nu op? Hè? Want het is natuurlijk toch een teleurstelling, denk ik. Ja, maar goed, aan de andere kant, die gelijkmaker, die had nog kunnen vallen. Wat je al zegt, in de slotfase, extra tijd zelfs nog. Die had ook niet onverdiend geweest, ADO. Over de hele wedstrijd geloof ik 75% balbezit. En dan speel je uit bij de koploper, dus dat is wel knap. Ja, Willem II die konden niet of die wilden. Die vonden het wel mooi, 2-0. Maar ja, voor hetzelfde geld gaat het niet goed. En dan krijgen ze toch tegelijk maken achter de oren. Ja, en ADO die zal zijn rug moeten rechten nu. En die moet nu dus echt voor de komende week in 2 maanden moet het gaan gebeuren. Ja, jij zegt van Willem II wilde misschien. Ik denk dat de Willem II niet kon, want ADO had Willem II op een gegeven moment ook liggen, zeker in die slotfase. Ja, zeker in die slotfase. Toen konden ze ook niet meer uitkomen. Nee. Maar ja, dat deed wel of ze met de handrem aanspeelden, Willem II. Maar wat jij zei, misschien was het vermogen wel niet meer. Nee. Positief uit die wedstrijd vond ik wel, tweede helft, de invalbeurt van Timothy de Rijk. Ja, het was natuurlijk een verademing. Er stond een vent daar. Ja, die gewoon gelijk dirigeerde. Dat was de patroon, zeg maar, van het Elfenlandees. Ja. En je ziet het aan de bal, is hij gewoon ijzersterk, maar ook verdedigend. Hè? Ja. Want hij komt natuurlijk voor zijn vent uit. Hè? Dat deed hij hier, toen hij inviel in de allereerste wedstrijd van hem, deed hij dit ook een keer. Ja, dat is een ijzersterk wapen van hem. Dat die man die direct is tegenstander, ja, daar is iedere keer een stapje ervoor. Ja, wat dat betreft. En hij is kopsterk natuurlijk ook. Dat zeg je, want ja, God, hij maakt toch ook de enige treffer. De enige treffer. Hij is er weer bij. Ja, ik hoop ook dat hij inderdaad morgenavond gaat spelen. En dat hij in ieder geval weer zijn stempel kan drukken. We gaan het afwachten. We gaan dadelijk praten over die wedstrijd tegen MVV van vrijdag. Maar we gaan eerst kijken en luisteren naar een interview dat ik op het trainingscomplex had met de trainer Darje Kalasic. Darje, in zo'n belangrijke wedstrijd als tegen Willem II. Ja, dan kom je toch in die aanvalsfase op achterstand. Je geeft eigenlijk toch 2 doelpunten betrekkelijk makkelijk weg. Ja, heel slecht verdedigd. En dat kostte gewoon 2 doelpunten. Individuele fouten. En zo simpel is dat. En dan tegen Willem II wordt het er niet makkelijk op. Dan mag je nog blij zijn dat het met de rust maar 2-0 is. Ja, ze hebben een goede kans voor 3-0. Dus in die zin, die 2 doelpunten. Ondanks dat we gewoon ondanks dat we wedstrijd heel erg goed hebben geopend. Heel dominant. Dat we gewoon die rol hebben geëist. En het publiek snel ook eigenlijk stil hebben gekregen. Maar door de individuele fouten krijgen we gewoon doelpunt.
tegen. En dat doet het wel natuurlijk wat met de spelers. En daar waren we gewoon wel, ja, na de tweede doelpunt waren we gewoon nog 10, 15 minuten zoekende. In de zin van, ja, dat we een beetje bijna knock-out zijn geweest. Gelukkig scoren ze niet derde doelpunt, wat ze wel konden, met meer veld weer. En toen kwamen we gewoon weer in het rol die wij gewoon heel graag wilden, domineerden. Na de rust met het inbrengen van het Timothy was het gewoon een volledige controle in onze handen. Geven we ook geen kansen weg, begonnen we kansen te creëren. En als feit dat we 72% balbezit hebben gehad in Tilburg, tweede helft, dat zegt gewoon alles. Het moet ook een beetje meezitten, het geluk zat niet mee, want die treffer viel natuurlijk wat dat betreft te laat, had gewoon wat eerder moeten vallen. Ja, en wat we hebben ook, natuurlijk wedstrijd geanalyseerd en we hebben ook vanuit onze spelprincipes, hadden we gewoon ook een aantal dingen nog beter moeten doen in uitvoering. Met name voorzetten en betere bezetting in de 16 meter. Zodat we ook die voorzetten konden in de kansen verzilveren. En dat ontbrak. En ook veel bezetting in de laatste fase voor de goal. Dat was ook niet altijd optimaal zoals we dat heel graag volgens onze spelprincipes willen hebben. En dan zie je hoe belangrijk is in zulke wedstrijden onze spelprincipes tot perfectie te uitvoeren om uiteindelijk tot uitgespeelde kansen en doelpunten te komen. Ja, want na die 2-1 waren we nog toch volop mogelijk nog in de slotfase, in de extra tijd. Want Willem II had je wel liggen op dat moment. Nee, helemaal mee eens. Wij hebben mogelijkheden gehad, ook kansen om tweede doelpunt te scoren, laten we eerlijk zijn. Maar dan ben ik met je eens, dan zit dat gewoon heel even tegen ook. Waardoor je gewoon uiteindelijk niet krijgt wat je verdient. Maar ik zeg altijd, resultaat die op de bord staat, dat is wat je verdient. Want als je terugkoppelt naar de eerste openingsfase van de wedstrijd met het individuele fouten, ja, dat mag gewoon niet gebeuren. En daardoor hebben we ook wedstrijd verloren. Wat neem je dan toch voor positiefs mee uit die wedstrijd? Nou, heel veel dingen. Heel veel dingen, dat is duidelijk. Alleen, ja, we moeten beseffen, dit seizoen is natuurlijk heel complex voor ons. Omdat we eerst bij elkaar komen natuurlijk. En zijn zoveel veranderingen, zoveel dingen die om de hoek komen kijken. Waar je gewoon elke keer daarop moet aanpassen. Elke kwartaal in het seizoen voeg je wat toe. Ontwikkel je team, stap verder. En nu komen we gewoon bij dingen zoals dat we gewoon echt tot perfectie veldbezetting moeten hebben bij balbezit. Tot perfectie gewoon onze aanvallen in de zone hoog moeten uitvoeren. Maar ook tot perfectie in de restorganisatie moeten staan. En ja, ondanks dat jij zegt, daar zijn aanknopingspunten wat positief zijn. Wij willen nu, naast die aanknopingspunten wat de positieve zijn, willen we ook uiteindelijk waterdichte uitvoering hebben. En dat vraagt de situatie nu in de laatste kwart van het seizoen. En daar gaan we alles aan doen om dat nu te verbeteren. Twee thuiswedstrijden volgen nu. Vrijdag tegen MVV. Ja, daar mag je geen punten verspelen. Je mag geen enkele wedstrijd. Ook tegen Willem II niet. Ook tegen Den Bosch daarvoor en Topos punten niet verspelen. Laat even vooropstellen. Daarom zeg ik net, we moeten nu nastreven dat we tot perfectie aan doen en niet alleen maar positieve aanknopingspunten zoeken in één wedstrijd. Natuurlijk heeft team zich ontwikkeld in het elke kwartaal van het seizoen, dat is duidelijk. Nu moeten we gewoon weer streven dat we onze teamtactische taken, onze veldbezetting, hoeveel bij balbezit, zoveel bij balbezit tegenstander, perfect uitvoeren. En met perfecte uitvoering betekent ook dat we uiteindelijk ook resultaat mee halen. Zo simpel is dat. Want als wij gewoon, als jongens gewoon hun ding doen, dan zijn er gewoon weinig tegenstanders die ons gewoon echte weerstand kunnen aanbieden. Zo simpel is dat. Wie is juist de grootste concurrent, Roda JC of FC Groningen? Nou, ik denk beide. En
Dus in die zin wordt het wel spannende seizoenafsluiting. Goed, Timmer de Rijk tenslotte viel heel goed in. Is er een optie dat hij in de basis start vrijdag? Ja, voor ons was het wel even, natuurlijk snel even schakel geweest na de 0-2 achterstand of 2-0 achterstand in Tilburg. Waar we gewoon echt Timothy meteen wilden laten invallen. Nou, hij heeft gewoon nog 15, 20 minuten nodig om even warm te worden. Als je 2,5 maanden geen wedstrijd hebt gespeeld. Dus altijd link. Dus hebben we gewoon even rust gewacht om hem te laten invallen. En hij heeft heel soeverein gespeeld. Eigenlijk ook dingen wat we gewoon ook vooraf hebben met hem besproken en gezien. Zijn fitheid, gretigheid is gewoon optimaal. Hij heeft gewoon zich ook bevestigd in de tweede helft. Dus gelukkig heeft hij de tweede helft gespeeld. We hebben hem gisteren in de oefenwedstrijd ook niet laten spelen. Extra belasten tegen Quick Boys om juist voor vrijdag fit te houden, zodat die wedstrijd ook kan beginnen. Heel veel succes vrijdag. Dankjewel. Tot zover de trainer van ADO Den Haag, Darije Kalasic. In de studio praat ik verder met onze analist René Pas. En wel over het duel van vrijdag tegen MVV uit Maastricht. Ja, we sloten er net af met Timothy de Rijk. Ik ga er een beetje van uit dat hij, wat je zelf al suggereerde, dat hij vrijdag in de basis gaat starten. Het zou wel logisch zijn, ja. Ik denk dat ze hem gehaald voor de ervaring en de routine. Ja, dan zal hij gaan schuiven met de Santen. Die zal waarschijnlijk naar de rechtswegpositie gaan. Maar in ieder geval, dan staat er een vent achter die daar de leiding heeft en de organisatie neer kan zetten. Ja, twee Belgen. Twee Belgen, ja. Goed, wat wel belangrijk is, afgelopen dinsdag speelden ze een oefenduel tegen Quick Boys. Dat was juist om spelers die wat minder minuten hadden gemaakt te laten voetballen. Bewust heeft Kalasic de Rijk niet opgesteld om toch te sparen. Dus daaraan zie je al dat hij gewoon, denk ik, in de basis gaat zetten tegen MVV. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En dat zou ook een logische situatie zijn. Ja, goed, MVV, thuis, daar mag je natuurlijk geen punten tegen verspelen. Nee, maar Ton, dat is het oude liedje weer. We hebben thuis veel meer punten verspeeld als uit natuurlijk. Ja. En je moet toch oppassen van MVV, dat scoorde van de week ook weer 3-3 speelden ze de afgelopen wedstrijd. Maar normaal gesproken moeten dat 3 punten opleveren. Ja. Kijk, we hebben nog 7 thuiswedstrijden en 5 uitwedstrijden. Nou, ik ga zitten rekenen en kijken waar liggen nou de sterke momenten en waar kunnen we een puntje verliezen. Ja, dan kom je in mijn optiek kom je op 70, 72 punten uit als je 7 thuiswedstrijden hebt. Ja. En je hebt geen makkelijke tegenstanders, maar ik bedoel MVV, Jong Ajax, Jong PSV, Groningen, Helmond Sport. Ja, Groningen ook niet de makkelijkste, want ik denk dat buiten Roda Groningen echt wel een van je concurrenten is. Precies, er zijn nog maar 4 ploegen over. Dat is Willem II, Roda, ADO en Groningen. En Groningen hebben een wedstrijd minder gespeeld met 44 punten. Ja. Halen ze die in, dan staan ze op 2 punten van ADO Den Haag. Wedstrijd tegen Emmen is dat. Ja, ja, nou, maar Emmen dat speelt natuurlijk dramatisch dit seizoen. Want ik denk dat Grim het heel erg zwaar gaat krijgen bij Emmen. Ja. Maar in ieder geval, dus die wedstrijden en uit hebben ze 5 wedstrijden. Zijn niet de makkelijkste. NAC uit, Jong Utrecht, Cambuur uit. Roda uit beginnen ze mee volgende week. Ja, en daar is ADO misschien op zijn sterkst als ze dat daar weten te realiseren. Van die 5 wedstrijden 10, 12 punten weten pakken. Ja, dan hebben ze nog kans om een directe promotie te bewerkstelligen. De wedstrijd MVV, moet je dan als team toch voorzichtig zijn? Of moet je gelijk zeggen, jongens, daarbovenop proberen zo snel mogelijk de zegen veilig te stellen? Ja, ja, maar dat is bij ADO nooit zo natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat Kalas iets kennende, zoals ik nu het afgelopen seizoen heb, dat hij toch even de zekerheid inbouwt in het begin. En hij zal zeker niet als een gek naar voren gaan lopen en een open huis houden achterin. Ik denk dat hij dat wel verstandig gaat doen. Goed, kijken we naar Willem II. Ideo geblesseerd is er de komende weken naar verluid ook nog niet bij. In zijn plaats speelde Schalk. Viel niet echt op. Nee. Heeft nu misschien te weinig wedstrijdritme, werd ook gewisseld. Ja, maar ik lees dan dat hij nog niet helemaal 100% fit is. Ton. Ja. Ik denk, ja, hoe kan dat nou? Dat is een profvoetballer en die is gekomen van, ik weet niet waar die vandaan kwam, maar in ieder geval, die moet toch fit zijn. Ik heb hem nou 3-4 keer gezien, maar ik kan hem niet op goede acties betrappen. Ja. Een half wedstrijdje, maar hij brengt niks extra's en hij mist een beetje fysieke kracht volgens mij. Ja, en Ideo natuurlijk, ja, dat is wel een gemis, want dat was wel de attractie de afgelopen weken. Maar hij stelt natuurlijk spelers in staat zoals Veerman en Van Wiegem. Ja, die laat hij, en Van Sant niet te vergeten, want dat is ook een hele belangrijke schakel bij ADO.
Maar die kunnen elkaar heel goed vinden. En dat is toch echt jammer dat hij nu een paar weken uitgeschakeld is. Goed, ik zei het al. Groningen is erbij gekomen als concurrent. Of komt erbij als concurrent. Wie zie jij de grootste concurrent? Roda of Groningen? Groningen. Ja. Ik heb het programma van Groningen ook bekeken. En die hebben een wat makkelijker programma als Roda. Roda is echt een heel zwaar programma. Ja. Krijgen alle de top 6 spelers. Dordrecht, Graafschap krijgen ze allemaal nog. Dat zijn allemaal ploegen die ook nog op vinkentouw zitten. Maar goed, Adem moet zelf nu ook een beetje overtuigend de wedstrijd gaan winnen. Want daar hebben ze wel de ploeg voor. Ze hebben een selectiegroep bij elkaar gehaald. Die is voor de eerste divisie, de KKD-kampioen. Moeten ze zeker promoveren met deze groep. Want je haalt niet voor niks vlak. Je haalt het om je Timmy die eruit. Je hebt er nog eentje gehaald. Ja, Schalk. Ik bedoel, ze zijn aan de stand min of meer verplicht. En zeker ook naar de supporters toe, maar ook naar de hele organisatie. Jongens, dit jaar moet het gewoon gebeuren. Want na competitie, leuk en aardig, maar dan kan je dan één wedstrijd uitvallen. Goed. Voorlopig eerst aanstaande vrijdag 3 punten pakken tegen de MVV. René, bedankt. We gaan ook even kijken naar het programma van de diverse ADO-teams voor de komende dagen. Vrijdag, de 23e dus, ADO Den Haag in het Bingo Stadion om 8 uur tegen MVV uit Maastricht. Dan zaterdag, de 24e, dan gaat ADO 21 naar Limburg. Die spelen om 3 uur de uitwedstrijd bij Rode JC onder 21. De vrouwen komen dit weekend niet in actie. Die hebben donderdagmiddag al gespeeld een oefenduel tegen FC Utrecht. Tot zover dan het programma van de ADO-teams de komende dagen. Dan gaat het natuurlijk over het eerste en onder 21. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio ADO. René, jij bedankt weer voor jouw bijdrage. Thuis bedankt voor het kijken. Volgende week dan zijn we weer met Studio ADO. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer. Maatwerk in keukens.